Hi iedereen, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot, zoals jullie weten. En jullie hebben misschien al de Engelse versie gezien, want die is vandaag uitgegaan op YouTube, Charlie's Angel Tarot. En het is eigenlijk alleen maar een update van wat er in het najaar gaat gebeuren. Zoals jullie weten hebben Wendy en ik een serie gedaan over hekserij en dat was een succes. Heel veel heksjes die vonden het leuk, maar we gaan het een stapje verder nemen. Althans, ik. En ik heb ook een Engelse heks leren kennen, maar ik ga een serie doen in Engels en ik ga ook een workshop doen in Engels. Omdat ik ook 28 jaar in Engeland gewoond heb, vind ik het ook hartstikke leuk om een Engelse heks te samen met een Engelse heks te werken en om de Engelse hekserij te leren kennen en hoe zij het doen. En ook omdat daar ook ja, heel anders is dan in Nederland. So, ik ben nog steeds nieuwsgierig wat Wendy ons allemaal kan laten zien. En dan misschien kunnen we Georgina en Wendy samen laten ontmoeten en ook vertellen over de verschillende dingen. Ik ga een serie doen met dit boek. Het is een werkboek. Jullie kunnen de recensie die ik gemaakt heb in Engels zien met een ondertiteling. Maar ik zou zeggen, als je het zelf gaat doen en zelf gaat het ervaren, dan dit is ook alle elementen. Als je het zelf wilt gaan ervaren, dan gebruik dan een notitieboek of blad. Want het is wel zonde als je hierin gaat schrijven. Maar er is ruimte om te schrijven. Het boek De Gezonde Heks. Het is in Engels. Het is niet vertaalbaar. Je kan het bij bol.com krijgen. Als je naar het kanaal gaat, dan zie je daar ook de link naar bol.com of van Shiver Red Feather. En dan gaan we de werkplaats met spreuken. Elke daagse magie gaan we ook behandelen. Wat de gezonde heks eigenlijk voor is, of wat je ermee kan bereiken, is om terug te kunnen komen in je kracht. En dat gaan wij bespreken in de serie met Wendy Lutje van de Heksenfratsen. En ik hoop dat jullie weer leuk gaan luisteren en mee gaan doen in de discussies. En het zal volledig in Nederlands zijn, want vorig jaar werd er ook gevraagd, waarom doe je het niet volledig in Nederlands? Dat is omdat Engels een internationale taal is en ik wil veel meer mensen bereiken met de kennis van Wicca. Eigenlijk niet hekserij, het is hekserij, maar ook Wicca of pagans. Pagans zijn de mensen van het land, die werken met het land. Die werken ook met het moeder natuur. Nou, als je meer wilt weten, dan kan je naar de serie kijken van het afgelopen jaar. En dan kan je ook meedoen met de workshops. Ik ga een workshop in Engels beginnen. En hopelijk ook wat later in het jaar, in oktober, na de serie met Wendy. Wendy is verhuisd, die is geïmigreerd. Maar we houden contact via internet. En we zullen dit ook via het internet doen. Ik ga wel worksheets maken. Extra naar aanleiding van de workshop zullen er wel dingen naar boven komen. Dat we dan dus extra oefeningen of extra informatie kunnen verstrekken. Dit boek gaat eigenlijk over hoe je gezond kan leven. Het heeft recepten. Wat voor eten kan je gebruiken? Wat voor kruiden kan je gebruiken? Het heeft numerologie, dus ook gekoppeld aan astrologie. Het is gekoppeld aan tarot. Van alles en nog wat. En de oefeningen zijn ook per element. Ether, lucht, water, vuur en aarde. En wat betekent het? Wat kunnen die tekens het beste
eten, dat wordt dan suggesties gegeven. Het is een heel mooi boek. Het heeft 5 hoofdstukken. Zo, ik denk dat we zeker 10 afleveringen kunnen maken. En ook waarschijnlijk 10 afleveringen of weken in een workshop. Het hangt er vanaf hoe het gaat. Want dit is eigenlijk een pluspunt. Dit is een hulpvaardig boek. Dit heeft ook wel spreuken, maar niet zoveel als dit. Deze heeft iets van, ik geloof, 54 spreuken. Als je geen Wicca persoon bent, of heks bent, of pagan, dan kan je ook meedoen met de serie en de workshops. In de workshops zal er een vergoeding gevraagd worden, want dit brengt je gewoon terug in je kracht. Als je verlegen bent, of je wordt onderdrukt, onderdrukt door mensen, of je hebt niet zo'n goede zelfvertrouwen, dit brengt je terug in jezelf, in je kracht om zelfvertrouwen te hebben, om geloof te hebben in jezelf. Het heeft ook een stukje biologie, de spijsvertering. Bijvoorbeeld, het gaat over van wat doet de lever, wat doet de gal, hoe kan je merken dat je gal niet gelukkig is en hoe kan je het beter maken, of het beter gezegd te ondersteunen om gezond te blijven en gezond te houden. Ook als je bijvoorbeeld een hoofdpijn hebt of een pijn in je rug, dat kan de nieren zijn of de lever, dan kan het zo simpel zijn bijvoorbeeld dat je niet genoeg drinkt. Zo, het maakt je meer bewust. De spreuken die zijn eigenlijk affirmaties, incantaties. Als je geen heks bent, dan kan je misschien, vind je het moeilijk om dan te relativeren, maar ik vind het altijd uitdaging en interessant om uit een ander systeem, een ander geloof te leren. Want je haalt uit iets, uit andere dingen haal je altijd iets goeds of bevorderlijk voor jezelf, buiten kennis om. Er worden ook olies omschreven en gebruikt hier en waarvoor ze gebruikt zijn. Stenen, meditaties, allemaal van die dingen dat ik met Wendy heb besproken. En weet je niet hoe je moet mediteren of moet je ontspannen, dan zijn daar de oplossingen in die je daarbij kunnen helpen. En natuurlijk helpen we je ook met het bespreken en het doen. Althans in de workshop. En Wendy en ik bespreken dit boek en de inhoud van deze boeken in de serie. Bijvoorbeeld, we kunnen een spreuk nemen om hoe kom ik op tijd op werk, of hoe kan ik ontspannen. Ik zal er zomaar één pakken. Kaarsmagie. En dat is gewoon boem, dat komt eruit. En dan heb je ook de kleuren van de kaarsen, waarvoor die staan. Je hebt ook olies. En dan hier hebben we een traffic jam. Zit je altijd in de file, dan kan je een spreuk doen voor de file. En het is modern, het is niet oudbollig, het is leuk. Laat me alleen of laat me met rust. Er is ook een spreuk voor dat, om zelf ruimte te creëren. Niks is gedaan met negatieve energie. Het is juist om bewust te worden hoe je kan manifesteren met een positieve hart en positieve gedachten. Nou, als je meedoet met de workshop, dan wordt er wel een vergoeding gevraagd. En ook dat jij natuurlijk de boeken koopt om mee te kunnen doen, anders val je een beetje buiten de boot. Ik hoop dat jullie mee willen doen en ik moet nog met Wendy bespreken wat de vergoeding gaat worden. En je hebt de keus om het mee te doen in Nederlands
of in Engels. Maar wanneer we gaan eerst de serie maken en dan gaan we de workshops doen. Oké, hou je taai en ik hoop dat je het leuk gevonden hebt en geïnteresseerd bent. En geniet van de zomer nog wat er is. Vandaag is het wel een beetje ruw weer, maar heel veel liefs en kusjes van Char van Charlie's Angel Tarot. En ik laat de links naar Wendy en Georgina hieronder, want we gaan ook bijvoorbeeld kaarsen maken. Er komt een kaarsenmaker in de live sessie, want ik heb een speciale pagina aangemaakt, was ik bijna vergeten, Charlie's Angel Crowd, en dat is privé, en daar gaan we live sessies doen, met elkaar bespreken. Daar zo, je kan je camera uitzetten en je microfoon aanhouden. Of als het niet leuk goed gaat in Facebook, dan ga ik gewoon een Zoom-link naar jullie sturen. Zo, dan hebben we jullie e-mailadres, zodat je mee kan doen. Want de afleveringen van de workshops, die worden wel opgenomen, zodat je terug kan kijken als je je huiswerk maakt. En ook, het is zo moeilijk om dit uit de bol te doen, maar dat was er nog iets. Het is echt in alles wat in de kamer gebeurt, of in de live, dat blijft ook in de groep. En zoals ik zei, er komen heel veel mensen, die heb ik al gevraagd, stenen. Ik heb al een videootje uitgezet. Onlangs op heksenfratsen. En dat zijn mensen met stenen. Die gaan dan ook speciaal voor ons. Gaan ze live en dan laten ze hun winkel zien. En alle stenen die ze hebben, wierook. En Georgina die zal dat ook doen. Want zij maakt zelfs bezems uit heksenbezems. Uit oude stokjes. Zij heeft ook hele leuke heksendingetjes of wicca dingetjes die ze verkoopt. Zo, ik dacht, nou, dan moet ik even al mijn heksjes vertellen, want het is een hele lieve vrouw en ze heeft hele leuke spulletjes. En wat je misschien hier niet in Nederland kan krijgen, kan je misschien bij haar krijgen. Oké, nou, ik hoop dat je het leuk gevonden hebt en nou ga ik echt goeiedag zeggen. Hou je taai. En tot ziens en blijf veilig en gezegend. Ciao, ciao.